Jorian staat niet graag in de scene, vertelt de pater van Milias in de aflevering van woensdagavond. Als je een danser hebt, is hij liever de achtergronddanser. Maar ondanks die woorden van zijn vader, blijkt Jorian wel degelijk een carrière in de spotlight te amreeren. Hij is namelijk bezig met het opzetten van zijn rapcarrière en daarom heeft Rob geregeld dat Jorian samen met zijn grote voorbeeld, rapper Kosso, een middag de studio in mag. Maar echt dankbaar lijkt lief niet te zijn. Ik houd niet zo van verrassingen, geeft de 20-jarige op als verklaring bij zijn gebrek aan enthousiasme. Twitter heeft andere ideeën. Volgens hen in lief namelijk simpelweg zo stoont als een garnaal. Voor de grote gezinnen uit een huisvol is het natuurlijk nog net wat lastiger om alle coronamaatregelen goed op te volgen. Hoe gaan zij daarmee om?